Zullen we de quiz over tien jaar opnieuw doen? Ah, ik ben voor, 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 voor hoe je kwam, hè? KPN en uh, Prime Vestas. Ik ben wel interessant. Ik vind, wel, ik ben inter ik vind het wel interessant. Ik ben ook inter je interessant. Je bent een hele interessante ja. jongen, maar <laughs> ja. Daar gaat het nu niet over. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Haite Hugo. Hallo. Met Jiren Ubachs. Hoi. Hey. En met Arnaud Wokke. Hoi. Hey. We gaan het over hebben? Hyperloop. Hyperloop? hyperloop. Hyper -hype, ik dacht Hyper. dat we het over hebben. Ik dacht maar, de hyperloop is dood. Is hij dood, Haite? Mm, niet echt. Zit aan de beademing. Hij zit aan, aan live support. En Haite hey, heeft yeah, uh, yeah. gepraat met mensen die de slangetjes erin steken en proberen het leven erin te houden. In ieder geval mensen van TU Delft die er wel druk mee aan het klussen zijn. Ja, absoluut. Um, dus daar gaan we het zo over. Ik heb, ik heb in uh, die, uh, die tunnels, waar het ooit volgens mij het idee was dat daar Hyperloops in rondgingen in Vegas, waar nu gewoon Teslas in rijden. Mm -hmm. uh, daar was ik het al wel over gehad met CS. Toen dacht ik, ja, hartstikke leuk dat de auto's doorheen rijden. Maar voor mij was het idee dat deze dingen ja. vacuum getrokken waren en dat er hele toffe pods doorheen gingen. Uh, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk, hebben we eerst de post. Even kijken. Uh, we hadden het onderwerpje van... Uh, de Vision Pro en of het wel of niet goed is voor je ogen en bijziendheid. Ja. En ik meende toen, iemand zei van, um, die, die claimde daar wat over. ja, maar dat komt gewoon uit de keynote van Apple. Dat is Apple ik. gewoon de bron. Ja. Dat zei jij inderdaad. Maar dat is niet zo, uh, want er is uh, onderzoek naar gedaan. Uh, even kijken hoor. Het onderzoek was gebaseerd op onder andere mensen in Singapore, Taiwan en Zuid-Korea. En daar hebben ze in de periode 2000 tot 2010, um, hebben ze onderzoek gedaan. En dat was uiteindelijk gewoon waar het op gebaseerd was. En niet zozeer alleen omdat Apple het zegt. Dus yes. het was wel iets beter onderbouwd dan, uh, dan dat. Fajo, dank je wel voor deze toevoeging, want uh, dat was inderdaad waardevol. Dat was gewoon uh, niet, niet correct van ons. En uh, Orge Pronto, uh, die weet hier ook nog uh, wat over te melden, over het hele menselijke oog. Ik leer je van alles over het oog. Want we hadden het erover, ja, wat is nou de reden dan dat um, binnen... Is het nou binnen zitten of is het nou schermen van dichtbij bekijken die niet goed ja. zijn voor je ogen. Um, hij zegt, er is veel onderzoek naar gedaan dat is gefalsificeerd, want de belangrijkste reden voor het doorgroeien van het oog is het gebrek aan hormonen dat wordt aangemaakt bij de lange blootstelling aan fel licht. In andere woorden, als kinderen minder buiten komen, wordt er niet genoeg hormonen aangemaakt en groeit de oogbal door met myopia tot gevolg. The more you know. Ja, inderdaad. De, dus het dus is een hormoon dat de groeiing stillegt, ja. afstopt, en Dat afgremt. is goed nieuws, kennelijk. Ja. ja. Nee, maar normaal gesproken zou denk denken dat hormonen... dat assereren we juist met groei. En dit is tegengroei. Grappig. Menselijk lichaam, jongen. Echt. Blijft, uh, It's a wonder. blijft verbazen. Uh, T. Hommerson zegt... Wauw, hoe gaat het met Siri? De navigatie-app van Apple. Ik heb geen flauw idee, want die liggen in de kast. Hij heeft niet, ja, tegen, nee, hij heeft ja, niet tegen jou. Ga uh, maar af. <laughs> ja, jij was natuurlijk een, een paar weken op, uh, op iPhone en Apple Watch over. Ja. En uh, daar kwamen meerdere vragen over. Dit was er een van. Het is, uh, het is over en uit, het experiment. En, en hoe is het, hoe, hoe kijk je erop terug? Ik, interessant. Leuk om een keer uh, gewoon even helemaal onder te dompelen. Misschien dat ik ook wel een keer een week in de boom te gaan werken zo voor de gein. Ik heb het wel even, ben je nu geen Apple user meer? Nee, dat was tijdelijk sowieso. Dat was de insteek. Ja, je, je wordt een hoofd geschud. You're am disappointed. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je, dat je overstapt en dan denkt van, ah nee, ik ga nu weer terug naar Android. Oh zeker, en natuurlijk is echt een warm bad. <laughs> um, uh, vooral gewoon. En elke Dit als ik zeg je alleen een, om je te irriteren. Nee, maar elke keer als ik tegen iemand met een iPhone zeg: van ja, weet je, ik vond gewoon die navigatie niet consistent en met dat swipen En met ik zeg: ja, dat is wel waar. Zijn wel hmm. de Apple-gebruikers. ja, nou, dat, dat was een van de dingen hoor. Ja, maar, wat, ik snap niet. wat is niet consistent? Het swipen? Ja, je kan soms van links swipen om terug te gaan. Ja, wat maar je vraagt, soms, ja, ja, niet ja soms een dat... button. Soms ik, ja. ja, en ik ben super gewend aan mijn swipejes en dat gaat zonder na te denken. Ja. Ik vind ja. dat juist niet lekker niet altijd lekker werken op Android. Ik heb zelf een Galaxy S21 Fan Edition en soms dan wilde ik eigenlijk terug in een app om, om naar een andere kolom te kunnen swipen ofzo. Bijvoorbeeld Reddit, dan kan je dus de home en de popular sky ja. swipen. Maar dan denkt mijn nou, telefoon soms, oh hij wilde niet naar een andere kolom, hij wilde terug. Ja, je swipe ja. dan te veel van de rand en ja. niet in het midden. Ja, ja. dat, dat voor de minder ervaren swiper kan dat een probleem zijn inderdaad. En wat, ja. en wat ik helemaal vrees, ja, dit is echt een mij-probleem, want niemand anders aan tafel heeft dit. Maar in TikTok, als je dan filmpjes loopt te editen, moet je helemaal aan de rand van je scherm zijn. Om bijvoorbeeld een effect pas later naar binnen te krijgen in de video. En dat kan niet, want als je dan van links naar rechts veegt vanaf de rand, dan denkt hij altijd dat het terug is. Maar dat is echt slecht app-design van TikTok. Want Zeker. elke Android-telefoon werkt met gestures tegenwoordig. Ik zou zeggen, verbieden die app ja ik kan ook gewoon stoppen met gebruiken maar die discussie hebben we al gehad <laughs> um, dus uh, nou de, 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 het is voorbij uh, en wat ik ook zei uh, Apple Watch dikke duim omhoog iPhone ja mooi ding mm. maar uh, ik ben niet uh, verleid dan hebben we nog Erwin Weber die ook reageerde op jouw tijdelijke overstap en die uh, denk ik je dan een hart onder de riem wil steken want die zei voorheen had ik Android smartphones en wat zeg stress als je moest betalen doet hij het of doet hij het niet en met iPhone heeft hij daar geen last van, dat werkt gewoon altijd. En daar heeft hij helemaal gelijk in, vind ik. Wat is jouw ervaring, Wout? Uh, dat ik niet zo goed snap waar hij het over heeft. Apple Pay? Nee, Apple... dat snap ik. Maar um, kijk, en je op twee manieren betalen. Ligt aan welke bank je hebt? Of ze ondersteunen uh, Google Pay en dan gaat mm -hmm. het dan via Google. Of ze hebben een eigen app. Ja. Uh, met dat laatste heb ik geen ervaring. Mm -hmm. uh, mijn Pixel ondersteunt door Google Pay. En dat is rock solid. Dat werkt gewoon. Maar ik weet niet of het misschien als je een ING hebt of iets anders, dat dat wisselvalliger is. Want jij zegt, jij hebt daar ervaring mee. Ja, ik heb dat geprobeerd in de Rabo. Toen heette dat nog Rabo Wallet, denk ik. Oh ja, ja. En uh, dat werkte echt, nou ja, een deel van de tijd niet. En je wil gewoon dat het altijd werkt, want... Nee, dat is super zuur. Als je dan bij de ja. pinautomaat staat en dan... Precies. Ik ben inmiddels zo ver dat ik ook wel boodschappen doe zonder dat ik mijn portemonnee bij me heb. Ja, ja, ik blind lint ook. uit van mijn iPhone. En dat is wel grappig, want mijn vriendin die heeft ook een iPhone, maar die doet dat dus niet. Die heeft wel altijd gewoon ergens nog wel het pasje mee, zeg maar, voor de zekerheid. Maar die zekerheid, ik ervaar niet dat dat nodig is. Ik, ben nu, ik heb dat gezalt, dus dat ik uh, Portman niet meenem. En ik heb bijna zoveel vertrouwen in mijn Nuki Smart Lock dat ik ook zonder sleutels de deur uit hoef. Uit durf. Oeh. Ja, dus als je gewoon een telefoon bij je hebt, dan uh, sterker nog, als ik alleen een smartwatch om zou hebben en mijn telefoon zelfs thuis laat dan Zou ik op zich moeten kunnen betalen, mijn huis in moeten kunnen komen? Nice, moet wat, dan niet, wat niet is jouw ervaring he? ik, ik heb altijd mijn portemonnee bij en okay. ik heb zeker geen smartlock of zo, dus ik heb altijd mijn portemonnee bij. Ik heb altijd mijn sleutels bij. Ik mm -hmm. gebruik, ik, ik zie de toegevoerde waarde voor mij niet per se als ik heel eerlijk moet zijn. Ik vind pinnen vind ik net zo makkelijk als mijn telefoon ergens tegenaan zetten. Ik en inderdaad, wat je soms lege zegt, lege broek moet je broekzakken uh, Apps soms en is dus ja. bijvoorbeeld wel. Um, ik ga wel eens naar een concert. En het feit dat ik dus niet meer een betaalpasje ergens in een boekzak moet en dan eens dus in de gaten moet houden of die daar ook in blijft zitten, want ik ga dan wel eens naar een concert waar mensen tegen elkaar aanspringen, dan is het fijn om alleen maar op je telefoon te hoeven letten. En soms heb ik zelfs een zak zak die dan dicht kan, dan dus doe ik daar mijn telefoon in en dan is dat alles wat je dus... Het haalt gewoon wat uit je, uit je zak. Ik heb ook op, gewoon nog steeds een portemonnee, want ik heb meer pasjes dan alleen een pinpas, dat zal je verbazen. Mm. Dus het is zelfs niet zo dat ik geen portemonnee meer gebruik, maar ja, op dat soort moment vind ik het wel fijn dat ik echt alleen maar mijn telefoon bij me hoef te houden. En? Ik denk dat het percentage vrouwelijke luisteraars relatief laag ligt, maar ik weet dat ze het wel zijn. Uh, als ik naar mijn vrouw kijk, die vindt het heel fijn met zo min mogelijk de deur uitgaan. Want a, vrouwen jeans hebben vaak wel een zakje die is ongeveer 3 mm diep. Ja, is Daar kan je niks in kwijt. En als je dan nog in de zomer een leuk jurkje of iets anders aan wil, heb je gewoon vaak geen zakken. Um, en als je dan inderdaad alleen maar een smartwatch om kan doen, of uh, vind ik altijd ook heel knap dat ze gewoon een telefoon ergens in decolleté verstoppen, dan is die soms dan naar binnen gaan of zo, en dan geen idee waar die heen gaat, maar daar heb je ook een soort vakje. Um, dan is het heel handig. Kijk, als jij gewoon met wijde jeans loopt met grote broekzakken, ja, dan kan je in zich ook wel meenemen. Um, dus dat. Ik moest even een breken voor uh, de vrouwelijke Jongens, ja, Alright, dan hebben we nog uh, Lars de Waard die zegt uh, over het onderwerp van mesh. Ik zeg, ik heb mijn router achter mijn tv in de woonkamer. Um, op de wc heb ik alleen geen, geen bereik. De problemen ontstaan sinds dat de buren meshnetwerk hebben aangeschaft. Hij woont samen met zijn buren in één huis/gebouw. Um, en hij zegt de helft van verdieping En zij daar hebben ze de andere helft. In ieder geval het signaal van de buren, van hun meshnetwerk, is zo sterk um, dat dat van hem wordt weggeduwd. En hij zegt die heb ik uh, geen, geen ontvangst meer. Vond nog een leuk verhaal om te delen. Ik weet niet of ik het leuk zou noemen. Ik vind het wel jammer voor je. Uh, misschien heb je nog leuke tips. Nou ja, ik denk zeker als je goed contact hebt met je buren en je woont in één huis. Check even op welk wifi-kanaal je zit. Je hebt gewoon van die appjes yeah. voor je telefoon. Dan gaat die frequentie-scanning doen en dan zie je precies welk wifi-netwerk op welk kanaal zit. Waarschijnlijk zitten jullie of op hetzelfde kanaal of op naburige kanalen. In mijn hoofd zijn er vijftien. Ja, maar dat praktijk eigenlijk drie, toch? Ja, ja, daar was iets mee. Dat klopt. Ik weet ook de details even niet. Maar als zij dan op het ene uiterste kanaal gaan zitten en jij op het andere, dan zou je er minder last van Oké, okay, ik Moet dacht aan een hele low-tech oplossing. Mag dat ook? Dat mag. Gastnetwerkje van de buren speciaal voor hem op de wc. <laughs> Klaar. Leuk bedacht. Ja, ik heb ook leuk gaan nadenken hoe je dat noemt en zo. Ja. <laughs> hmm. Oké, okay, um, we hebben een soort nieuw, uh, nieuw dingetje gestart vorige week, uh, hoe wij uh, vanaf hier verder gaan in de podcast, door te vragen wie heeft het laatste. Goh, heb je, heb je input? Er is input. Nou, er is echt heel veel input. Welke kies je, Wout? Want we hebben, ik denk, ongeveer 40 vragen staan. Ja, misschien moeten we bij deze zeggen: uh, Je hoeft ze niet meer in te sturen. Of als je dat doet, dan ben je ergens in 2027 aan de beurt. <laughs> um, dus ik, ik scan er eventjes doorheen. Want het moet, ja. Ik zie wel een leuke, maar ik weet al wie hem gaat winnen. Maar... Ja, wie heeft het laatste artikel op Tweekers geschreven? Dat, dat, dat is nee, de maar de... Is dat ook naar, wie is het laatste naar de sportschool geweest en heeft daar dan ook echt iets gedaan? <laughs> dat vind <ik> wel heel <laughs> mooi. Nou ja, we doen het gewoon. Wie is er het laatst naar de sportschool geweest en heeft daar ook echt iets gedaan? Jij. Dat klopt, maar dat gaat niet over ik begin volgens mij, toch? Zeker, dat kan ook. we zitten alle vier in de race. Oh. Nou ja, voor mij is het niet per se een race, denk ik. Ik ben als kind niet meer in de sportschool geweest, maar... Ah, maar ja, dat, vind ik niet, dat vind ik bij jou niet. Jij hebt ook een, een injury. Voor mij is het ook al snel een jaar of drie geleden dat ja. ik daadwerkelijk in een um, sportschool ben geweest. Oké, okay, dan is mijn antwoord op deze vraag gisteren. Oké, okay, ik zit op rond de tien jaar, denk ik. Oh, dan ben ik tweede met mijn drie jaar. <laughs> Mag ik dan als eerste mijn highlight Zeker. doen? Zeker. Wat? Dit is, dit is wow. Alles door de wacht. Ah, er, zitten wel, er zitten wel mooie dingen bij. Even, we hebben nog dingen als wie het laatst geswommen? Wie heeft, wie heeft voor het laatst winters 95 opgestart? Mm -hmm. Ook wel leuk. Wie heeft het, het ooit 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 al, wie heeft het langst al geen alcoholische drank gedronken? Die vind ik ook wel. Mm. Nou, maar dan, mm. <laughs> nou, dan weet ik de volgorde misschien niet uit mijn hoofd. Maar nou, dat, uh, wil je dat weten? Luister volgende week weer. <laughs> ja. Uh, goed nieuws. Um, mm -hmm. Nee, stap terug. Ik zat net eventjes in de archieven van Tweakers te kijken. Ja. En toen uh, heb ik de review opgezocht van de Galaxy S2. Oeh, oeh, oeh. Want daar moest ik aan denken bij dit nieuws. Uh, en toen zag ik dat, hé, hey, ik heb zelf die review gedaan. Dat wist ik helemaal niet meer. Ja. Uh, er zit maar zoveel ruimte in mijn hoofd en dan gaan dat soort dingen gaan eruit. Uh, want wat herinner ik mij heel erg van de Galaxy S2? Het, het, het Tactaal gevoel van het achterkantje losklikken, los trekken. Gingen al die kleine tapjes dan ja. En dan kon je de accu vervangen. En dan kon je lekker vastklikken met zo'n goed klikgeluid. Um, en misschien komt dat wel terug. Of niet. Maar in ieder geval. Ik hoop het, niet die achterkant. Want ik vond het echt vreselijk. Het Europees Parlement die heeft uh, uh, voorgestemd voor een wet die uh, vervangbare accu's verplicht gaat stellen. Um, nou, een paar dingen daarbij. Dat, dat moet dan in 2027 ingaan. Dit moet door de lidstaten nog wel ook allemaal uh, geratificeerd worden. Maar wat ze zeggen, ik ga het niet helemaal voorlezen, want het is hele legalese, uh, maar het komt er in ieder geval op neer, dat als jij een product uitbrengt op de markt, uh, dan moet je ervoor zorgen dat batteries are readily removable and replaceable by the end user at any time during the lifetime of the product. Um, en wat ze daar ook bij zeggen, uh, with de use of commercially available tools, dus een schroevendraaier heeft die hier al wel liggen. Maar uh, dit, ik vind hem dit vind ik al hier wordt het tricky, hè? Want bijvoorbeeld zo'n iFixit setje is commercieel. Nee, maar komt -ie, komt ie? Without requiring the use of specialized tools, unless provided free of charge with the product. Dus als jij moeilijke schroevendraaiers hebt en dat soort dingen, prima, dat mag. Maar dan moet je meeleveren. Zo'n iFix setje Ja, maar zetje? dat is het dus. Is immer, oh, maar dat, dat is dan de discussie. Is, is dat specialized? Of is dat gewoon commercially, commercially available tools? Ik vind het commercially available. Je kan het nu letterlijk meteen bestellen als je dat wil hebben. Als er, dus ik vind, de, als ik deze regels zo zie... vind ik dat de fabrikant, het, die kleine schroevendraaiers die in dat setje zitten... niet hoeft mee te leveren, want je kunt die gewoon kopen. Ik moet zeggen, ik heb niet de hele, we, de hele wedstrijd doorgelezen. Uh, dus ze hebben eigenlijk twee concepten. Commercially available tools en proprietary tools... Ik weet niet of ze gedefinieerd zijn. Als dat niet zo is, dan hebben we hier een heel lekker grijs gebied... waar fabrikanten zich in gaan nestelen. Het is volgens mij, als het echt iets van hen zelf is... dat niet op de open markt verkrijgbaar is... dan zal je het mee moeten leveren. Maar alles wat in het iFixit-setje zit... kun je zeer makkelijk bewijsbaar kopen. Maar ze hebben het ook weer over... ook geen specialized tools... Dus als het een tool is die specifiek gemaakt is voor deze use case, ja. specialized, dan, maar een schroevendraaier is universeel. Ja. Alleen uh, er zijn 200 miljoen bitjes voor. Dus dat is ja, dat is waar. Maar, maar dit is denk ik niet het onderdeel waar fabrikanten zich het meest druk om maken. Dat nee. staat er namelijk achter. Je mag uh, de, de accu ook niet afsluiten uh, op zo'n manier dat je het alleen open kan krijgen met warmte of met een uh, oplosmiddel. Ja, en, en geen dat is thermal, thermal energy well. of solvents nodig... ...te disassemble the product. En nu zit het natuurlijk allemaal vastgelijmd... ...die mooie ja. glazen achterkant... ...waar we allemaal een hoesje omheen doen meteen. Ik niet. Um, durfhal. Ja hoor. <laughs> um, er zit een soort van... Nee, er, er staat nog iets anders in. Ik dacht even, is dat misschien een opening? Uh, appliances specifically designed to operate primarily... ...in an environment that is regularly subjected... ...to splashing water, water streams... ...or water immersion. Uh, daar geldt het niet voor. Um, maar dat verder in de tekst blijkt echt dat het gaat om onderwatercamera's en dat soort dingen. Ja. Dat iets waterproof is, betekent niet dat dat de use case is. Dus daar kunnen ze zich volgens mij niet achter ja, verschuilen. Het moet je ja, maar de zijn telefoon. om water te gebruiken. Maar kijk, um, en dan kan het alsnog. Hè. Ik bedoel, een GoPro moet je onder water kunnen gebruiken. Maar daar is de accu al vervangbaar van. Maar die zouden een case kunnen maken dat ze dat niet doen. Um, en misschien maar, een X-Cover of zo, zo'n Samsung of zo, Motorola Telefoon. Nee, die zijn ja. niet gemaakt om onder water te gebruiken. Als je een duiktelefoon zou maken, zeg maar, die specifiek bedoeld is om tijdens het duiken te gebruiken, ik weet niet waarom, dan dat, is dat meer ja, use case. Prima, duikboten gebruiken of zo. Ja, precies. Ja, ja. Om maar eens iets te noemen. Maar, maar uh, dat ik, is geen enkele telefoon. Ik ben heel benieuwd hoe fabrikanten dit op gaan pakken. Uh, want de huidige telefoons zoals ze nu gemaakt worden, uh, die voldoen dan in 2027 niet meer. Nee. Um, als we dus kijken wat we hiervoor hadden, dat waren van die. Ja, hele simpele plastic achterkantjes. Nou, ze willen ook een bepaald soort design doorzetten. Ik, heb jij daar al ideeën over? Ik ben heel benieuwd. Is het gewoon, denk je dat we de huidige stijl telefoons houden, maar dan gewoon met kliktapjes en rubberen ringetjes aan de zijkant? Ja, iets dergelijks. Ik bedoel, Fairphone doet dit al uh, jarenlang. Uh, gewoon makkelijk vervangbare accu's in telefoon zetten. Zijn die, is hij uh, IP68 uh, waterbestendig? Ik kijk Jur even aan. Ik ja, heb eruit aan. Nee, uh, mij niet ik er, ja, dat weet ik, weet ik, maar ik heb dat nooit gecheckt. Dus okay. geen idee. Maar, dat, het kan, zeg maar de combinatie van een vervangbare accu en waterdichtheid die bestaat gewoon op de markt. Dat is niet iets raars. Uh, en dat is er ook al jaren. Dus ja, dat kan. Um, maar... Wordt misschien wat, net wat dikker allemaal. Net wat minder Ja, de iPhone ziet er wel. Het ziet er ook wel vervangbaar uit. Hoe zou je dit design noemen? Vervangbaar. Ja, <laughs> nou, dat was ook wel een beetje mijn gebruikerservaring. Dat het een zeer vervangbare telefoon was. En ja, je hebt hem, hem ook idee. vervangen. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld bij de designafdeling van menige telefoonfabrikant hier niet heel blij mee zijn. Nee, dat denk ik niet. Aan de andere kant, regels zijn regels. En um, ik denk vooral dat, dat de commerciële afdeling van fabrikanten er minder blij mee is. Of de designafdeling, denken ze, ja, een nieuwe beperking om onze creativiteit te prikkelen. Want we waren wel een beetje klaar met de huidige telefoon. Dus. Niet slecht. Dus ik denk dat die er misschien wel een uitdaging in zien om dit zo mooi en zo praktisch mogelijk te maken. Maar uh, ja, het idee dat je elke telefoon na drie jaar kan weggooien, omdat de accu toch verrot is en het economisch niet haalbaar is om te vervangen, dat idee gaat het raam uit op deze manier. Ja. En daar zijn ze denk ik niet zo blij mee. En in principe zou het voor de binnenkant van de telefoon niet veel uit moeten maken. Want als je eenmaal door de achterkant heen bent, ja. zijn zelfs moderne accu's voor zo'n poltup hebben dan. Ja. Het is niet alsof ze het hele PCB opnieuw moeten ontwerpen of iets anders. De accu's zijn al vervangbaar. De ja. accu zelf. Het gaat meer om in de telefoon komen. Hangt er wel vanaf welke telefoon je hebt. Want als je een Samsung hebt, dan uh, mag je stevig je best doen. Nee, ze zitten vastgelijmd. Maar het is, een, het is een los dingetje wat er ingelegd is bij ja. productie. Dus je kan ja. dat dingetje los eruit halen en een Weer nieuw dingetje erin. erin doen. Zeker. Um, is, er een, is er iemand die hier niet blij mee is? Want ik zie nou, het alleen maar als een goede ontwikkeling. Hoeveel kost een accu? Een paar tientjes. Oh, oké, okay, laat maar dan. Nee, want ik als echt 100, 100 euro is ofzo. <laughs> ja, dan. Nee, want ik had recent een Galaxy S9 Plus um, en ik heb die eigenlijk alleen maar vervangen omdat er een barst zat in het scherm, maar ook omdat de accu gewoon niet meer courant was. En als ik de accu had kunnen vervangen, misschien had ik hem dan nog steeds wel. Mm -hmm. Dus, ja. je kon de accu gewoon vervangen. Ja, ja, maar ik wilde eigenlijk toch als dat het een heel nieuwe makkelijk telefoon. was ja. met ja. Um, commercially available tools ja. uh, en dat soort dingen. Dus uh, ik, 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 ik denk steeds vaker de laatste tijd die go Europa met dit soort dingen. Ja, Inderdaad. maar dan komt er wel terug op het eerste punt. Ik, be, ik vind wel dat de manier waarop het dan exact moet en wat je dan wel en niet kan gebruiken, dat dat wel concreter gemaakt moet worden. Want de, de handelingen die nu, zeg maar, het, het achterkantje aftrekken en accu eruit pakken, is wel wat anders dan als je allerlei dingen los moet gaan halen, die ook weer net zo secuur vastgezet moeten gaan worden, omdat anders functionaliteiten in gevaar komen. De huidige, zeg maar, je, je zegt tegen je, je kunt het, je kunt het vervangen. Um, je kunt eigenlijk alles vervangen in een, in een, in een smartphone. Ja. Nu, alleen nu hebben we daar geen regels om welke tools je dan nodig hebt, maar alles kan. En daar gaat... De toolset vind ik nog niet genoeg. Ik, ik, ik moet het idee hebben dat ik die akker kan vervangen zonder dat ik daarbij de verdere gezondheid van mijn telefoon in gevaar breng, zeg Zeker. Maar. Ja. En, dat, en dat, is, mi dat mis ik een beetje hierin. Nou, dat is 100% de intentie van deze wetgeving. Maar de vraag is, is dat goed genoeg afgebakend? Ja. En krijg je nu fabrikanten die dan zeggen ja. Uh, je hebt geen specialist tool nodig, maar je moet wel eerst het scherm eraf halen, dan het PCB weghalen en daaronder hebben we ergens de accu ja, gezet. Dus dat soort dingen, daar moet je vanaf was er nog bovenop die accu iets ligt wat je dan heel voorzichtig weg moet halen en dan als je de andere accu erin stopt, de dan weer heel voorzichtig precies op dezelfde plek weer op moet stoppen. Dat is al te lastig. Dat ja. moet je niet willen. Ja. En, en nee. ik vraag me af, als je hem steeds open en dicht doet, open en dicht doet, of dat niet gevolgen gaat hebben voor de waterdichtheid op een gegeven moment. Ja, Ligt nogmaals, ligt dat is hoe je designt een GoPro. Ja. Uh, is zeker waterdicht en die is gemaakt om heel vaak het akkertje te wisselen. En daar hebben ze gewoon rekening mee gemaakt. Is dat een heel mooi apparaat, esthetisch gezien? Nee, het is een vierkant, een blok. En hij is van rubber van buiten. Dus het doet wel iets met je, je vrijheid qua design. Uh, maar het kan wel. Alleen de vraag is ja. Uh... Ja, maar ze hebben vrijheid ge gehad qua design jarenlang. En waar zijn we op uitgekomen? Dichtgelijmde blokken in onze broekzak waar iedereen hoesjes omheen doet omdat ze te kwetsbaar zijn. Ja, als, ja, als, al weer... als, je, als je die vrijheid zo gebruikt, beperken dan ik maar. geef mij een los klikbaar achterkantje in sandstone. <laughs> en ik ben echt gewoon helemaal blij. Is ja, de OnePlus One is tien jaar geleden en je, je verlangt daar ik nog steeds naar de one, Ik denk de sandstone achterkant is de beste combinatie van uh, gewoon ma ja, materiaal, textuur. En mensen zeggen altijd, ja ik moet een hoesje van mijn telefoongeluid uit mijn handen. Dat gaf grip. Je zag er bijna geen vuil op, geen krassen op. Um, Zag het er heel leuk uit? Nee. Maar het was super effectief. Dat super praktisch. Ja hoor, al uh, Sandstone, all the things. Als het maar niet het achterkantje van de Galaxy S2 wordt, want daarvan was ik telkens een uur bezig om alle clipjes vast te klikken. Dan deed je het niet vaak genoeg. Moest je mm. nog vaker je achterkantje opmaken. Dus um, gaan, we, gaan we dan nu door? Wie het voor het laatste sport geweest is. dan, hè? denk drie jaar geleden. Ik weet het nog goed. Zware dag. <laughs> Ja jongens, ik heb even een vraag. Als, oh. een game, als een game uitkomt op, laten we zeggen, dinsdag 6 juni, dan is dat de release-datum? Ja, zou je zeggen. Wat maar, is de vraag? Maar stel dat je dan uh, kunt pre-orderen, maar dan mag je de game al spelen op vrijdag 2 juni. Wat is dan de release-datum? Beta-testen bedoel je? Nee, gewoon de game, dat ja. is dan gewoon de uiteindelijke game. Ja, 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 patch nog? Gemakken. Ja, precies, hoe games zijn tegenwoordig. En, en dan is die voor iedereen is die vooraf te bestellen. Als je ja, iedereen die periode kan dan eerder al online. Dan iedereen is de dag. release datum 2 juni. Twee juni. Ja. Ja, dit is natuurlijk dit is dit voorbeeld ging dan over Diablo, maar Starfield heeft het nou ook weer aangekondigd. Het is um, het is aan de ene kant het is een open deur want het is al zo, het is al jaren zo dat dat zo werkt, maar aan de andere kant het is zo normaal geworden en ik ik een aantal mensen op Twitter ook maar ik ook. Het is zo raar. Het, het is zo raar dat, 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 dat pre-orderen en dan de release-datum naar voren halen... en wat is dan de release-datum? Ik, ik vind het gewoon raar. Doe maar even mening geven allemaal. Dat is, dat, dat, ja, dat, ik heb mening. Ja, geef mening. Ik snap het. Want, Want uh, wat ze, geld, ze, ja nee. nee maar, ze hebben niet genoeg um, vertrouwen, denk ik vaak, in, in, in het product. Of misschien is het buggy of zijn ze bang. Door heel veel pre-orders te doen voordat het... Bij de mensen is, dan heb je gewoon je geld al binnen. Dus kun je zoveel mogelijk. Dat hele steen snap ik wel. Maar het is zeker in een game als Diablo, waar je natuurlijk met z'n allen op een service zit. Of met veel mensen gelijk op een service zit. Je koopt gewoon die game. Je begint op 6 juni, je zet de dingen aan en het eerste je ziet, iemand voorbij komt die level 50 is. Ja, dat is raar. Ik snap het hele idee van preorderen wel, en ik snap ook de incentive van fans die vier dagen of vijf dagen eerder aan de slag kunnen. Maar het 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 de ouderwetse release datum van game X komt op dag i uit is nee ja, dat dat en, uitgestorven en bijna. misschien heb je hem wel al een paar maanden in early access gespeeld daarvoor en wat betekent ja. dat dan voor wat een release is dat ben ik wel met een je eens maar ik snap het ik denk als jij een diehard Diablo fan bent vind jij het alleen maar leuk dat door een beetje geld neer te leggen dat jij Exclusief kan zeggen: ik speel hem al, speel jij ja. maar. Ik ben al level 50, jij moet nog beginnen. Ja. Dat een beetje die have's have-nots dat kan ook ja, exactly ik zijn. Ik zit zeg maar voor, voor de toekomst ook wel te kijken van wij wij, 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 wij melden vaak uh, in onze content nieuwsberichten uh, previews melden wij uh, release data van games. Uh, de Assassin's Creed komt dan en dan uit. Ik zit CS af te of we niet gewoon die early access da data moeten gaan aanhouden. Dat, nou, of, dat dat, of, dat, dat, dat of, de daadwerkelijke of, release-datum is. Of beide, pre-order... Nee, want dan ben, je, dan ben je reclame aan het maken voor... Dan ben je eigenlijk specifiek reclame aan het maken voor die pre-order-versie. Dat we zeggen, dat is de dag dat je hem kan spelen. Alleen, ja, dan moet je ook weer uitleggen dat je hem wel gepre-orderd moet hebben. Ja, ik, ik vind het lastig. Ja, nee, ik vind dat wel gewoon complete informatie. je zegt, mensen die hem pre-orderen, spelen hem vanaf 2 juni. En de rest van de wereld, dan komt hij om 6 juni En welke datum uit. zou als release-datum dan in de prize moeten staan? Waar, we, waar je er één moet kiezen. Ja, 6 juni. Snap je, ik snap je punt. Ja, 6 juni. Ja. ja. Dat ja. lijkt me duidelijk. Ja. Want zeg maar, een release-datum veronderstelt dat je... Oh, hier komt echt een boomeropmerking. Naar de winkel. Ik wou net zeggen. Ja, ja, ik wou net zeggen. Dat is wel wat vandaag. Mijn definitie van release-datum is de datum dat je iets released... en speelbaar maakt voor het bredere publiek. In, in de zin van een game dan. En dat doe je onmiskenbaar op die eerste datum... dat het, in, dat het hè, voor de mensen die geprioriteerd hebben te spelen is. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het ik vind, vind een... Boy, uiteindelijk is het ook... Stormen het glas water, want het gaat meestal over een dag of vier. En bij niet, lang niet alle games is het ook dat je, dat je er zelf daadwerkelijk iets van merkt, dat anderen al langer spelen. Dus maar nou, ik weet het nu met Starfield was het een beetje een soort van druppel die de Emmer het over. Ik dacht van ja, wat, 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 wat stelt een release datum nog voor? Als je toch altijd de game een paar dagen eerder beschikbaar maakt. Maar, jij bent, je bent de foute persoon, dit aan een vragen, maar ik ga het toch doen. Want uh, dankzij uh, jouw baan uh, hoef jij niet heel veel games te kopen. Nee. Maar vind jij het aantrekkelijk? Zeg maar pre-order de game en je mag het drie, vier dagen eerder spelen. Zou je voor games uh, waar jij heel erg naar uitkijkt? Ja. Zou jij dat doen? Ja, absoluut. Kijk, over naar niet, alle, nee. niet alles, maar de, de games die ik het vaakst speel. Uh, het zijn FIFA, uh, Diablo's, zou goed zijn geweest. Die, ja, weet je, dat, dat zou ik zeker of als uit uh, uh, de, de, de opvolger van, uh, van World of Warcraft of zo. Dan, wil je toch, dan is het gewoon leuk om bij de hoogste van de server te horen. Zo, weer zo snel mogelijk beginnen. Dus dat zou ik, ja, ik zou dat wel doen. Zij is het een pre bonus in de zin van als je het spel voor de normale adviesprijs koopt, dan krijg je het, of is het echt een speciale deluxe editie voor twee uh, euro meer? Is het, het. Laten we even uitgaan van het makkelijkste scenario dat het in principe gewoon dezelfde prijs is, alleen je betaalt eerder. Ja, dan nog. Ik ik, ik games zijn tegenwoordig soms ontzettend duur. Dat ik dan wacht ik liever juist een paar maanden of zo, en dat ik dan. Ja, dat, antwoord, is weer, dat is weer het anders. Nee, ja, ja, maar daarom. Ik ik, ik ik Dat weet ik niet. Dat vind ik een lastige. Ja, en het is. Ik ik ben pc gamer, dus ook een beetje vertrouwen. Ik een pc-game pre orderen in 2023? Ja, ja. Dat, dat, nee. Ten maar eerste, dat, omdat ik het signaal niet wil afgeven. En ik kijk die kat wel even uit die technische bomen. Ik wacht wel even op patch 1.06. En een, ja. een pc-game ga ik ook niet pre-orderen via een officieel kanaal. Maar dat zal ik dan eerder doen via een, een legale keysite. site waar het wat. Tientje minder, minder, tientje ja, minder ja, misschien ja. Uh, ja. Maar ik weet niet of je dan ook die pre-order bonus hebt. Nou, ja, nee. dat, dat zou me dan niet uitmaken. Betaling en dat is soms voor mij ook weer. Wat hij zegt, soms heb je dan die verdubbelaar, dat je. De, de luxe versie moet pre-orderen om hem eerder te kunnen spelen. We zijn maar 90 euro verder of zo. Ja, ja, nee, de, de, de ergste tijden op dit vlak zijn wel geweest, maar er zijn tijden geweest dat er letterlijk hele Excel-bestanden werden bijgehouden. Waarbij je dus per versie en of je hem wel of niet pre-orderd, dan bepaalde bonussen aangevinkt of afgevinkt stonden. Dat je wow. echt, echt, echt iets van 18 verschillende mogelijkheden had. En, dan had je, maar, en als je dan alles in de game wilde hebben, dan moest je, geloof ik, vier verschillende versies kopen. Anders kon het niet. Wow. Ik had ja, als boemer gewoon dat was, gewoon, was het dieptepunt zo is, het gelukkig niet meer, maar gewoon vroeger een cartridge in je console Trouwens, Hij kwam nu op echt een heel gek zijstapje. Ik was laatst uh, uh, op vakantie gaan vliegen en ik was op het vliegveld in de VS en ik ging door de, door de x ray moesten allemaal spullen en de persoon voor mij die was de tas aan het leeggooien in die bak voor de x ray dat hij zo'n 20 Super Nintendo cartridges in de rug was. Huh? En ik dacht, ga ik je nou aanspreken en vragen: wat is de deal hier? Waarom reis je? Met 20 Super Nintendo cartridges. Sorry, dat kwam even in Waar ze, <laughs> ze waardevol? Nee, het waren hele alledaagse games. En ook de stickers ja. waren best wel. Ook gewoon zonder hoesje en doosje. Maar gewoon iemand die met heel veel Super Nintendo games reist. Maar dat is dus wel. Dat was makkelijker, was mijn punt. Dan. Ja. Al dit gedoe waar we nu mee te maken hebben. <laughs> ja. Duidelijk punt. Ja, zo. Ik, ik wil het gewoon even kwijt. Dus bij deze daar is de highlight voor. Arnoud, Yes. Um, Luistert een van jullie naar lossless audio? Nee, want ik uh, doe alles via Bluetooth. Dus dat heeft vrij weinig uh, zin. Nope. Nee, nee. Spotify. Nee. Ja, ik dus ook niet. Het gaat over Spotify. Inderdaad. Ja. Want die, uh, die uh, zei al meer dan twee jaar geleden... Ik heb het opgezocht. Februari 2021. Dat ze werkt aan een hi-fi versie met lossless audio... en hogere geluidskwaliteit en bla bla bla. Uh, is nog steeds niet uit... Komt er nu schijnbaar aan, ergens in de komende maanden. En dat heet dan Supremium. Even, ik wil wel even stilstaan. Nice. Ja, dat is Spotify wel... Supremium. Ja. <laughs> ja, mooi. Mooi naam. Ja, zeker. Ja, ervoor. Hoef je niet eens tussen aanhalingstekens te zetten. Dat is gewoon echt goed bedacht. Het idee is dus dat het uh, duurder wordt dan het gewone Spotify Premium. Uh, Want het is Supremium. Precies. Dus ja. En dat zit er je letterlijk wel, Als je zegt Supremium, dan wordt het weer anders. Ja. Dan. Sub. Ja. <laughs> Supremium. Supremium. Uh, het idee is dus dat je dan extra betaalt voor de, voor de lossless audio. Um, en dat hebben heel veel, niet heel veel, maar ja, best wel Apple, veel streamingdiensten Apple hebben Apple heeft dat en Tidal ja. stond er natuurlijk om bekend toen Precies. ze uh, gelanceerd werden. En ik vroeg me af voor wie ze dat eigenlijk allemaal doen. Audiofielen. Want ik, ik heb het idee dat... Van de audiomarkt dat 95 tot 99% procent. minstens net als jij luistert via Bluetooth, oordopjes of koptelefoons. Of luistert via een koptelefoon. En gewoon het verschil tussen 320 Kbps en Petrietje en los het gewoon niet hoort. Precies. Want ook al zou ik bekabeld luisteren, ik heb echt gehoor van Likme Vestje. Ik hoor echt uh, comprimeer het helemaal naar de maan en ik vind het nog wel prima. Mm -hmm. uh, is heerlijk trouwens. Voor mij, voor mij is het leven van een audiofiel heel zwaar dat je dan denkt, oh, lekker nummer te, Ah, nee, ah, het klinkt net niet goed. Ja, nee. Ja. En ik gewoon, hé, hey, muziek. <laughs> um, dus ik snap dat, ja, d d ze zullen vast wel een soort uh, marktinzicht daarover hebben. En als je ja. daar een klein deel van de wereld... Het is natuurlijk wel een wereldwijd bedrijf, hè, Dus je kan je, je net breed uitgooien. Um, ja, ze moeten, ze moeten ook op zoek blijven naar verdienmodellen. Dus als je hiermee ja. nog... Uh... Maar, de, de, zeg maar de, de, wat voor mij echt het grote vraagteken is, voor mij die markt van audiofielen, dat is heel erg... Mensen die voor 2000 euro een audiospul hebben staan... dus de juiste kabels met de juiste speakers... op precies de juiste plekken... die dan vinyl afspelen of... Uh, ik weet niet of cd's ook die kwaliteit hebben. Ik ken het van vinyl. Um, uh, en, en die dan zeg maar op die manier van die muziek genieten... en dan met een streamingdienst... in de auto of in de trein of ergens... dan, dan heb je dat dus nooit. Ja, maar die, die mensen ken ik wel. Mensen die Apple Music hebben van hen dus echt een goede koptelefoon en dan thuis ga zeggen, oh, ik ga nu even gewoon op de bank zitten en lekker muziek luisteren. muziek luisteren en dan wil ik dat op goede kwaliteit, op goede hardware van de goede ja. streamingdienst. Dat dat, daar geloof ik niet. Maar hoe groot die groep is? Maar bij Apple zet know. het bij het gewone abonnement in en hier zo meer extra voor betalen. Ja, en ik denk dat Hoeveel? dit dan, ja, dat is nog onbekend. Ah, oh. hey, Maar misschien heb je gelijk en is het sub premium en dan betaal je er minder voor. Dan hey yo. <laughs> Mag je heel veel bij inhaken? Zeker. Want dit is dan audio waar je voor kwaliteit extra moet betalen. Uh, YouTube is nu bezig, en dat in sommige YouTube-players kun je die optie nu selecteren, dat je dan 1080p video met een high, hogere bitrate kan kiezen, dat je normaal 1080 ja. hebt. Want even eerlijk, ik hoor uh, de compressie op YouTube, op, op Spotify niet. Ik zie de compressie op YouTube wel. Mm -hmm. En YouTube-kwaliteit is gewoon redelijk slecht. Ja. En dat is gewoon voor de meeste filmpjes die je snel op je telefoon kijkt, prima. Um, maar dat is iets waarvan ik zeg, daar zou ik misschien wel binnen een YouTube Premium wel extra voor betalen. Als ik echt hoge. Ik, krijg zo, ik kijk zoveel YouTube. Of bij Netflix ook. Als ik iets kan kijken met gewoon geen compressie-artefacten. Bij Netflix uh, vind ik het erger hoor. Bij YouTube heb ik het niet zo door. maar Bij Netflix vind ik het veel erger. Die zwarte blokjes die je altijd ziet. Ja, nee. dat vind ik ja maar ik denk omdat je. Ik gok omdat je op Netflix veel meer uh, film kijkt. Zijn maar gewoon uh, Hollywood-materiaal met nachtscènes, donkere dingen. En YouTube is toch vaak goed verlichte studio's. En misschien heeft het ook Ver. met materiaal te maken. Um, maar daar zie ik veel meer in. Maar of, oh, uh, is dat voor jullie net zo populair? Hoe brengen ze dat in? Die, uh, is dat onderdeel, was dat onderdeel van premium? Of het weer ja. bo geld bovenop premium? Voor mij is het nu onderdeel van premium dat je gewoon in de kwaliteitsselector een extra optietje oh, hebt met sorry. 1080p high bitrate. 1080p premium heet het zelfs. Ja, okay. ja, nee, ja. Want ik was al premium, maar ik, uh, hoe zeg ik dat, premium member bij YouTube. Maar ik, ik, ik heb niet zin om nog meer geld eraan te geven. Nee. Ik zou zelfs 4K premium willen. We bekijken gewoon er maar op. Maar daar ben ik dus. Nou, ik weet hoe zit het met jou, Arna? Dat zou ik dus interessanter vinden dan audio. Ja, ik heb er ook bij beeld weinig last van. Heerlijk. Ja, ja zo dat heb, is dat dat. heb ik dat dus niet. Ik heb wat hightech. Als ik een, een Netflix-serie kijk en er zit een nachtzending en je ziet gewoon die compressieblokken in, in de schaduwen. Ik kan dat niet, niet uh, zien. Kan het, um. het, is een, het is een instelling. Ik bedoel, op het moment dat ik inderdaad bij een streaming dienst waar ik geld voor betaal of, of wat, wat dan ook, maar als ik. Andere, alternatieve manier aan mijn bron, ben gekomen... kan ik prima een 720p filmpje kijken, hoor. Ja. Nee, maar het is meer het is niet dat ik me concentreer aan erger, maar eerst onbewust denk ik: hé, hey, wat maak weer. Oké, niet te veel letten terug naar het verhaal, maar het is ik, ik vang het eerst op en dan moet ik mezelf corrigeren. Zeg maar, is dit het moment dat ik zeg dat ik liefst alles kijk in 480p op een TV? Wat? Nee, ik kijk zelden op een TV waar kijk je Die dan staat op? er voor de sier op een laptop of een tablet of een telefoon, maar 480p is dus als ik als ik kies kies ik meestal die. Waarom? Huh? Omdat huh? het altijd goed streamt. Ja, oké. Okay. Hoe druk mijn netwerk ook is, als iedereen zit te kijken op 480p kan ik altijd doorkijken. Op 27p lukt het niet altijd. Dus ik vind 480p eigenlijk wel. Oh, maar het is wel een 480p. kwestie van tien, oh. tien jaar geleden willen wil ze problemen terug. Ja, dit is wel heel. <laughs> heb je alleen een koperlijntje? of nou ja, dat, ik, ja. ik merk ook die blikken zo. Ja, dit, ja. mooi dit. Ja. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik herken dit omdat het namelijk hier op kantoor nu wel eens gebeurt. Omdat al, als onze lijn weer eens wordt dichtgetrokken door iemand. Mm -hmm. Maar thuis heb ik dit probleem toch al een hele tijd niet meer. Nee, maar je nee. zegt ook. Oh, Eventueel op een telefoon. Kijk jij wel speelfilmlengte dingen op een telefoon? Niet, maar wel serielengte. Ja. En dan he, heb je, ik, ik vind het bijzonder, ik wil het even voor me oh, nou, zeggen. Ik, ik ga er en, goed voor en, en dan heb je die telefoon. Dus voor. Zit, zit je op de <laughs> bank, doe je het als je in bed ligt. Ligt jouw telefoon ergens tegenaan geleund of hou je hem constant voor je gezicht? Wat, wat is de ergonomische? Meestal, ik heb een paar echt lekkere lounge stoelen. Eentje binnen en eentje uh, buiten. En beide hebben geen zicht op een TV of zo. En een tablet vind ik dan al snel te groot. Ik heb ook geen ding om het vast te houden. Dus dan is het er gewoon een soort halve lichthouding. En dan, ja, dan heb ik uh, oortjes in of een koptelefoon op. En dan, Bluetooth, dat wel. Ja, en dan, uh, en dan hou ik die telefoon zo voor me. Ja, dat is. En het. dan op 480p. En dan op 480p. Dus dat je van je crappy Bluetooth-audio met je crappy 84 video En het interesseert me helemaal niks. Nou, ah, heerlijk. Wauw. <laughs> wow, dat is mooi als het gewoon werkt ja. voor jou. Ja, leuk hè. Ja, je kijkt heel verbaasd. Ja, nee, Je blijft de, verbaasd kijken. No, no, nogal. Ja, sorry, ik zal mijn gezicht even <laughs> Nog meer 84p telefoonkijkers aan tafel? Nee, absoluut niet. Nee. nee, ik zou niet betalen voor YouTube Premium. In, in ieder geval niet voor die setting en ook niet voor advertenties, want dat boeit me niet zo. Maar dat, dat nee, 84p, nee, 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 nee. Echt, advertenties, oh man, jij zegt zo, boeit me niet zo ik gebruik af en toe een ander uh, account bijvoorbeeld die aan uh, waar we, uh, onze waar we hebben natuurlijk niet allemaal uh, YouTube Premium van de zaak dus mijn zakelijke account heeft dat niet. Du moment dat het filmpje dat ik reclame instaat, zit ik gewoon zit ik echt van oh. ja, YouTube heeft echt wel bizar veel uh, reclame te of ook gewoon met filmpje dat je dan ineens een reclame moet gaan kijken dat is echt oh, ik ben daar zo ver voor met mijn tolerantie ik kan dat echt niet. nee maar daarom heb ik ook gekozen ik kijk bijna geen lineaire tv dus dat zeg ik op het gros van wat ik bijna Kijk, qua uur in de week is misschien wel YouTube dus daar betaal ik voor ik heb gewoon verschoven van betaalde lineaire tv naar betaalde online tv en mm. ja, betaalde genoeg verdiensten zo Dit, uh, zeker ja. zeker weten uh, Heite ja heb oh. je ook een highlight ja ik heb ook een highlight <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ik, <denk lacht> ik dacht je dat was, was een vraag, wel een uh... ik denk dat was wel evident door Heite <laughs> nee sorry nee, nee. Uh, KPN uh, KPN heeft vandaag uh, eerder deze week Prime Best overgenomen dat is een glasvezelbedrijfje en dat viel mij op omdat de glasvezelmarkt eigenlijk wel aardig versnipperd is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, koper, een koperlijntje of een coaxlijntje. Of, of zelfs je mobiele provider. Je weet altijd: oké, okay, dit bedrijf heeft het netwerk aangeleverd. Heeft het netwerk aangelegd. Ik haal het bij die provider. Dat is vrij transparant. Maar bij glasvezel: er zijn heel veel bedrijfjes die die netwerken aanleggen. Maar er zijn ook weer bedrijfjes die daar diensten dienst op aanbieden. aanbieden ja. ja, precies. T-Mobile heeft geen eigen netwerk. Maar die heeft met heel veel verschillende bedrijfjes, of eigenlijk een paar verschillende bedrijfjes, afgesproken. Jullie gaan een netwerk aanleggen, wij worden hoofdhuurder. Hebben ze onder meer met Prime West gedaan. En daarmee zijn ze in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam hebben ze zo'n 100.000, 200.000 woningen aangesloten op glasvezel. En nu heeft KPN gezegd, oké, okay, wij nemen Prime West over. Dus ik vraag me af in hoeverre dit een kwetsbare situatie zou kunnen zijn voor T-Mobile. Omdat zij... Want KPN wil niet alleen dat lijntje beheren. Die wilde ook diensten op gaan aanbieden. Ja, nee, precies. En voor ja. Primevest was het prima, gewoon wij doen gewoon de infrastructuur en al die andere dingen mag T-Mobile regelen. Ja. Maar staat er iets in die overname of KPN hiermee zegt, T-Mobile, we wippen jullie wat netwerk nee, af? Nee, dat of? niet zozeer. KPN dat kan die, ook niet die... zomaar, denk ik. Nee, ja. daar hebben ze ook een goede contract over. En, en, maar die contracten op een gegeven moment gaan lopen die af, neem ik aan. Dus op een gegeven moment zal. T-Mobile opnieuw moeten onderhandelen over de Ja, Of KPN die ze al kan hadden. zichzelf flinke korting geven of minder doorberekenen, Waardoor mm -hmm. zij natuurlijk een veel competitiever abonnement kunnen aanbieden op dat, op dat netwerk. Ja, en op, maar of ze kunnen juist ja, hoger natuurlijk vragen aan, aan T-Mobile straks. Want ja. dat doen ze nu ook al, begreep ik. Met de kleintjes die ze zelf aanleggen en die T-Mobile dan van KPN afneemt. Oh, dat de dus KPN en T-Mobile gaan op andere plekken ook met elkaar in zee op. Ja, oké. Ja. Nee, daarom. Het is geen uh, doorzichtige markt. maar... Nee, ik weet er helemaal niks van. Af, want ik heb het niet in mijn wijk. Misschien weten jullie dat niet, maar uh, daar heb ik het nooit <laughs> over. Nee, maar ik heb ook in, in aanleiding daarop eigenlijk heb ik een quiz voorbereid. Een klein quiz. Ik heb twee, ik heb twee vragen. Het want, lijkt als rijden aan tafel zitten. Ik krijg ook altijd de quiz. Ja, oh Zeker. ja, ja oh, dat wist ik niet. Oké, Ja, leuk. Okay. Dan komt nou, ja. ja um, want ik wilde kijken naar hoeveel mensen hebben dan eigenlijk zo'n gebruiken zo'n glasvezelaansluiting voor de echte snellere internetsnelheden. Dus voor dat we gaan weten. wat kunnen mm -hmm. we winnen? Daar heb ik niet over nagedacht. Het gaat om de eer. Het gaat om de eer. Oké, okay, de eer. Ja. Is, ook, is ook waard waard. Hoeveel procent uh, van de Nederlandse huishoudens heeft een 1 gigabit internetsnelheid of hoger? Dus hoeft niet om glasvezel te gaan, kan ook om coax gaan. Maar 1 gigabit of hoger. Ja, maar, maar dat, hoger. Dat gigabit bij Ziggo, dat is nog een Hoeveel procent van en de en huishoudens, huishoudens heeft dat? Ja. Um. Dus A3%, B9%, C14% of D20%. Ja, kunnen ze, In de zin van kunnen ze het nemen? Of nee, die hebben, ze het. Hebben het genomen? die hebben het genomen. Oh, ik, ik... Wil, ik wil B en C nog een keer horen. B is 9%, C14%. Ja, C is het oog. En, en D dan ook. Ik ga voor B. 9%. En Jij joh? Ik had het antwoord al in mijn hoofd. voor Ik ga voor 3%. Ik ga ook voor 3%. 3,4%. Ja. ja. Ik Wij vond... zijn de Kahoot-winnaars hier. Ik ja. vind 9,9, dat, ah. dat is 1 op de 10, vind ik nog veel te hoog. <laughs> ja, ik vind ja. het laag, maar dat is te hoog. Ja. Maar ja. jij hoort bij die 3%, toch? I am the 3%. Ja, ja precies. Ja, ja. Nee, ja goed. Okay, okay, uh, Jullie en Arnoud liggen op kop. Ja. Ronde rond 1. Tweede vraag. Spannend. Hoeveel procent heeft minder dan 30 megabit per seconde? Minder dan 30. Minder dan 30, 30 of minder of minder dan 30? Minder dan 30. Oké, okay. dus als je 30 hebt, dan tel je niet mee. Oké, okay, maar goed Dan ben uh... ja, nee, ja, 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 ja. Oké. Okay. Uh, 1%? Nee, sorry. 15%, 10%, 4% of 1%? Nog 30, een keer? Echt een, 15, 10, 4 of 1? Ik heb wel het idee, als je nu gewoon naar een abonnementenaanbod kijkt, dat het echt wel begint bij 30. 30 is echt wel het laagst, denk ik. Mm -hmm. en misschien zelfs gewoon 50. Maar dus er zijn oude de abonnementen is. nog altijd in gebruik, natuurlijk. En iedereen natuurlijk gewoon op ISDN zit, hè. Moeten we ook niet vergeten. Um, wat waren de laagste twee? 1 en 4. Ja, ik zit tussen 4 en 10, maar dan ga ik voor 4%. Ja, ik ga ook voor 4%. Het is 4%. Yeah. Maar dat is een beetje waar ik mee zit. Wij hebben bij tweakers hebben het vaak over glasvezel, hogere internetsnelheden en nog hoger dan 1 gigabit. Maar dan kijk ik naar de mensen die daadwerkelijk die abonnementen afsluiten. En dan zijn er meer mensen in Nederland met minder dan 30 megabit dan dat er mensen zijn met 1 gigabit. Ja. Zal ik je vertellen waarom eigenlijk niemand 1 gigabit nodig heeft? omdat je in een 480 p ja, video. Je kan 480 p streamen. Ja, ja. Ik had als wel als uh, voor jou de toekomst als quizmaster kan ik je wel. Het helpt wel als je de inhoud van de quiz niet op maandagochtend over de redactievloer. Ja, schreef. dat, dat denk ik ook. Niet. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat zou het voor mij een stuk moeilijker maken. Nee, je zonder de percentages, maar ik wist wel dat, uh, dat het percentage van mensen met het laagste hoger was dan ja, van mensen met het hoogste. Ja, ja. Dat wist ik al. Maar eigenlijk, dus dan zit het gros van Nederland zit ergens tussen de. Best wel een grote bandbreedte. 30 megabit, 9 gigabit. Bandbreedte. Hi. Mooi. Ja, vond ik mooi. Dat was onbewust, ja. of niet? Dat heet toch letterlijk bandbreedte? Zeker. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. En ik ben heel goed in dit soort grapjes. Nee, ja. was niet bewust. Ja. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Um, ja, en heel eerlijk. Als je dus niet gewoon voor basis internet gebruikt, is 30 megabit natuurlijk ook prima. Als je dus kijkt wat over die streamingkwaliteit. Voor mij een 4K Netflix stream... In H265 is 15 Mbit, denk ik, of zo. Ja. Dus uh, als je dan tegen de rest van het huis gewoon zegt, niet op internet. Ik ga kijken. <laughs> Giel, als ik in Amerika ergens zit waar je 30 Mbit hebt, ben ik blij hoor. Dat noemen ze daar mm. gewoon uh, high speed broadband, so, volgens mij. Ja. Dus, um, maar dit, dit, dit gaat vanzelf allemaal lopen. Zullen we de quiz over tien jaar opnieuw Maar ah, Ik ben voor, 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 voor hoe je kwam, hè? KPN en uh, Prime Vestas, ik ben wel interessant. Ik vind, wel, ik, ben ik vind het wel interessant. Ik ben ook Je interessant. Je bent een hele interessante <laughs> ja. jongen. jongen nee, het, het, is het is natuurlijk duidelijk. T-Mobile is al enige jaren, wordt nu iets minder... maar is jarenlang heel agressief bezig geweest met marktaandeel. Uh, naar zich toe trekken door hele lage prijzen uh, te bieden. Vooral voor hun, uh, hun glaslijntjes. Um, ik ben wel benieuwd wat dit soort moves daarmee gaat doen. Want KPN is daar volgens mij wel echt de achtervolging op aan het inzetten. En wil ja, kijken om een stuk van dat marktaandeel in ieder geval weer terug te krijgen of af te pakken. Ja, met, met de mogelijkheden die net geschetst werden. Dus inderdaad, korting die KPN zichzelf gaat geven, maar anderen niet op de lijnen waar zij de baas van zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat in de toekomst verder gaat. Is het best. En, en dat zou voor de consument op zich best wel positief kunnen uitpakken. Want ja, Prijzenoorlog is toch vaak wel een ja, voordeel het kan, het, van het, van het eindgebruiker. kan denk ik ook niet compleet een race to the bottom worden. Want er moet ook nog heel veel aangelegd worden in Nederland. Dus ze ja. hebben ook gewoon nog kapitaal nodig om al dat netwerk aan te leggen, wat je later weer terug moet verdienen. Dus op een gegeven moment. Je moet marge houden. En je moet gewoon blijven investeren. Dus ergens zit daar een balans in. Uh, ik weet niet hoe, hoe dik de oorlogskast van KPN is versus die van T-Mobile. Arnaat zit meer op jaarcijfers en dat soort dingen. Ik weet niet welke van die twee bedrijven er florissant voor staat financieel gezien. Het moederbedrijf van T-Mobile is? Of is dat, dat gewoon zelfs? Nee, het is, uh, het is afgesplitst en het is nu in handen van investeerders. En uh, dat beperkt dat is, denk ik wel een ja. ruimte. KPN heeft natuurlijk wel gewoon aandeelhouders. Maar is wat dat betreft wat. Dat uh, kan wat makkelijker um, op de lange termijn investeren, denk ik. Ja, die ja. willen gewoon ook langetermijn redden. Precies wat ze nu aan het doen zijn door zelf heel veel glasvezelnetwerken aan te leggen. Maar ja. T-Mobile is eigenlijk afhankelijk is van andere partijen die ja. het ja. doen, ze goed, maar wel tien jaar te laat. Nou. Ja. Ah, ja, ja. ja. Maar, Wordt wat, ongetwijfeld vervolgd. Wat heb jij, Heid, ik weet dat jij glas hebt. Ik weet dat het glas heeft. Mm -hmm. Nou, ik was een paar weken geleden, zag ik mensen van KPN in mijn straat die, die aan het graven waren. Dus eind dit jaar heb ik hopelijk glas. Maar Oeh. op dit moment zit ik nog een koper. Maar ga je over op glas? hangt er een beetje vanaf wat die meubelt mij. Je hebt ADSL. Ja. Wow. Koper, ja. Die, die mensen kom niet meer vaak in het wild tegen. Ja, ik wil er geen ziek Daar heb ik het geld niet voor. En, en wat, wat voor verbinding zit je bij de sub 30 mensen of? Uh, wat nee hebt, uh... nee, ik heb als ik me niet vergis heb ik 100 megabit. Oké. Okay. Maar je weet wel zeker dat begin volgend jaar dat het aangeboden gaat worden? Ja, rond deze jaarbesting hadden het over. Oké, want ik weet namelijk van de flat waar ik in Amsterdam heb gewoond, daar hoor ik nog zo nu en dan wat van. Daar is ergens in het vorige kalenderjaar de straat open gegaan, kabels aan en En in de lente van volgend jaar worden, als het goed is, lijnen opgeleverd. Dus. Daar kan nog wel eens wat tijd nou, okay. tussen gaan zitten. Ja, dat is dan. Het is een flink flat. Dus weet, het is ook een oude flat, dus dat zal misschien ook meespelen. Maar ja, het, 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 het moment dat de straat open gaat, dat, dat, dat hoeft nog zeker niet te betekenen dat het gasvezel al, uh, al in aantocht is. Nou, het is dan wel in aantocht, maar het is er wel Het, het, ja. het, het ligt er letterlijk. Het is niet meer in aantocht, maar je hebt het dan nog niet uh, ja, bruikbaar. Het moet richting de meterkast nog dan. Ja. Je hm. kan nog niet je premium streamen. <laughs> ja. Alright, right. Hyperloops. Hyper hyper bekend van scooter, maar Overhoog. ook van snelheid gesproken. Ja precies, zo. Oeh. Mooi hoor. Hytte. Uh, voor wie denkt, ah oh ja, wacht, daar was iets mee. Wat, wat is dat ook alweer? Ja. De Hyperloop. De Hyperloop. Dat is een capsule. Zie je het als, als een, een, een hele lange trein, alleen dan heel kort, dus niet een lange trein, maar gewoon een <laughs> korte. Een, een, een ja. treinwagon, zeg maar, die aan trails hangt of op, trail, of op rails staat. Aan rails hangt of op rails staat. En dan met hele hoge snelheid door een vacuümdichte tubel, bijna vacuümdichte tunnel gaat. Wordt geschoten, een soort buis. Ja, het is, een, het is een idee, het is een concept. Er zijn geen werkende hyperloops waar mensen kunnen wat? instappen om van A naar B te gaan. Het is niks wat nu in de praktijk wordt gebruikt voor Commercieel gebruik, maar nee, dat zeker niet. Nee, dat zeker niet. Nee, er was een uh, paar jaar geleden was er wel een test van Virgin Hyperloop, wat niet meer zo heet, maar dat is weer een ander verhaal. En die hebben zo'n 150 km per uur gehaald met een test met twee passagiers. En dat is het tot dusver, zover ik weet, als het gaat om test met passagiers. Dat, dat is toch heel langzaam als je vergelijkt met moderne maglev treinen en dat soort dingen. 150 tot niks. Het was een test. <laughs> op een korte baan. Want het idee is dat dit op papier was, dat het veel harder zou gaan, toch? Ja, ze hebben het over duizend kilometer per ja. uur. En misschien nog even helemaal goed. Hoe is dit concept ooit de wereld ingekomen? Ja, dat, misschien denk je nu Elon Musk, maar dat klopt niet helemaal. Maar het, het idee bestaat al. al 100 jaar of zo, volgens mij. En, en in feite is het een soort adap adaptatie van die buizenpost... die je soms wel zag bij de mediamarkt of in een postkantoor. Of zo. En dan gaat die zo weg. Ja. Precies, ja. Maar dan groter en met magnetische rails en zo. Maar... Moet niet alles wat er in de wereld gebeurt aan idealas toeschrijven. Daar ben ik ook geen fan. van. Maar... Ja, wel veel. Ja, maar dit is wel. Hij, hij haalt wel een, een idee had hij hiervoor uitgebracht. En een competitie. En hij zei, en... maar ik heb zelf geen tijd om het te doen. Dus doe iemand anders doe het maar. Ja, het is een soort van oké, okay, ik heb een soort uh, uh, concept. Dit zou het zou moeten werken. Ik heb geen tijd, want ik heb al een ruimtevaart en een autofabrikant. Dus ik heb hier geen zin in. Gaan we aan de slag. En toen zijn best veel bedrijven erop gesprongen. Ja, dan moet ik eigenlijk ook wel zeggen dat Men zegt nu dat hij dat kennelijk alleen had gezegd om te voorkomen dat er een trein in Californië zou worden uitgelegd, waardoor mensen meer auto's zouden kopen. De high speed dat... rail. Ja, 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 precies, dat is ook iets dat wordt gezegd. Maar uh, ja, nee. nu zijn er een paar bedrijfjes over de wereld, waaronder eentje in Nederland. Hart, als ik het goed zeg. Uh, die willen een trainingcentrum ook in Groningen gaan bouwen. De European Hyperloop Center en dan ook nog van TU Delft, maar ik heb gesproken voor uh, artikel. Ja, want het het je bent bij TU Delft. Dus, hoe, ja. ver, hoe ver zijn die? Want het klinkt heel futuristisch. En ik heb zeg, nou, ik snap als je iets vacuüm trekt, heb je minder luchtweerstand, dus dan kun je met minder energie kun je iets daardoor heen schieten. Um, ik snap het concept. Mm -hmm. Oké, okay, er is één test geweest. Daar ging je 150 meter per uur over korte afstand. Hoe ver zijn we sindsdien? En hoe ver zijn ze bij de TU Delft? Uh, TU Delft denkt dat je een ticket kan kopen voor 2050 als het om passagiers gaat. Dat duurt nog even. Dat duurt nog even. Maar dat... je hebt eerder glasvezel, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop dat ik eerder glasvezel heb. Nou, dat, dat betwijfel ik. Is... Niet overdrijven. Oh. Wout. En waarschijnlijk wordt het eerder goederenvervoer. Ja, want daar zit natuurlijk alweer meer geld in. Dus daar zijn. Nou ja, en ook praktisch probleem. Als je een buis vacuüm trekt, maar er gebeurt iets met je capsule waardoor je je capsule uit moet staan er vaak weer een buis, ga je een beetje dood van. Dus ja. Ik heb dus goederen hoeven wat minder adem te halen. Dus op zich zie ik daar ja. een, een, heel een, een potentiële beer op de weg, zie ik dan wegvallen als je goederen gaat, gaat versturen. Met, uh... nou, en het is ook wat jammer als je, als je tv door de hyperloop kapot gaat, maar het is nog minder meer jammer als je zelf kapot gaat door de hyperloop. Ja, ja als zou ik zonder mijn tv niet verder willen. Dus, uh... Moet je met Arna babbelen, die kan <laughs> ja, natuurlijk nee, nee, wel tv. Ik hoorde, ik hoorde het al. Ja. Maar, 225, maar dat is voor commercieel gebruik, voor menselijk gebruik. Of voor die goederen waar je het over hebt. Nee, dat is menselijk gebruik. 2050 dat is om mensen te vervoeren in een, en in een goederen? goederen. Want je kon een, een ticket dat zou... kopen, remember? En ja, dat ja, is niet voor ja. je tv. Nee, precies. Nee, goederen dat zou tien jaar eerder kunnen zijn. Nu zijn, maar er zijn ook al mensen die zeggen, ja, misschien kan het eerder. Maar het, het probleem is nu vooral dat het heel veel ja gepraat is eigenlijk er zijn nog niet lijken nog niet echt concrete plannen te zijn van oké okay, daar komt een hyperloop te staan die gaat van daar en daar en dan is hij klaar maar wel van alternatieven zijn zoals de maglev dat 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 gaat Maar sneller. hebben we hier te maken met technische problemen die nog opgelost moeten worden of hebben we hier te maken met gewoon economische factoren van er moet gewoon geld komen of als er gewoon een hele grote bak met geld is en een miljardair zegt ergens ik ga gewoon zo'n ding aanleggen kunnen wij dat dan al? Want die, die testrit van Virgin ging maar 150 kilometer per uur. Dus of zijn er nog technische obstakels die we eerst moeten overwinnen? Zover ik weet zijn er niet per se technische obstakels. Het kan altijd efficiënter en het kan altijd beter. Maar als je heel veel geld zou hebben, dan zou je nu denk ik wel zo'n baan kunnen neerzetten. En wat is de TU Delft aan het doen als er geen technische dingen meer uitgedokterd hoeven te worden? Dat nou, nou, is een beetje hun hoek van de, van dit spectrum natuurlijk. Zoals ik zei, als je genoeg geld tegenaan gooit, dan kan het. Waarschijnlijk wel, maar dat is het probleem. Dat is gewoon niet commercieel te rechtvaardigen. En dan gaat niemand ervoor betalen en dan ben je gewoon al je geld kwijt. Dus zij kijken vooral hoe je dit levensvatbaar maakt voor iets wat wel... Juist, dat is op dit moment hun idee. Ja. En hun, hun, waar ze het afgelopen jaar hebben gefocust, het afgelopen studiejaar... Het probleem van de Hyperloop is de infrastructuur. Dat kost klauw met geld om dat allemaal neer te ja. kunnen zetten. Omdat je hebt een systeem waar iets aan moet hangen. En magnetische levitatie, la la la. Ook heel veel zelfs aan materialen die over de hele, door alle buizen heen moeten... Dus in hun voorstel heb je in plaats van dat de buis dat in de buis een rails zit, die, die waar, waar, waar het aan hangt, zeg maar, gaat de capsule zelf aan de buis hangen. aan die rails hangen in de buis. Dus dat betekent dat, dat de magneten in de capsule zitten en precies, niet in de rails. Precies. Ja, ja precies. Daardoor heb je er veel minder nodig. Ja. Ja. Dus de buis wordt dommer ja, en alle aandrijving en moeilijke spullen zitten in de capsule. Ja. Klinkt logisch. Tot op zekere hoogte. Maar het probleem daarvan is weer dat je dan ook heel veel. dat is ook meer energieopslag. in de capsule zelf moet hebben. en dat je ook. op de een of andere manier warmte moet zien af te voeren. Dus dat is ook. Waar ze ja, mee maar hebben je zit natuurlijk in een vacuüm. in een vacuüm ja. is niet heel erg goed in warmte. plaatsen. Nee, die toe. auto wordt ook heel erg warm. maar die heeft gewoon ventilatoren. en radiatoren. en dat is allemaal geen probleem. En hoe fixen ze dat dan? Uh, paraffine. Dat is een wasachtig materiaal. En het idee is dat dat materiaal dan smelt. Zie je het als een soort ijsblokje dat dat smelt. en, en daar wordt dan warmte in opgenomen. En dan, als je dan bij een station bent, dan kan je die warmtebatterij er weer uithalen en dan stop je een nieuwe batterij in en dan heb je zo weer verkoeling. Maar zo'n warmtereservoir eigenlijk, ja. dat ding, ja. de warmte wordt, oké, okay, door die chemische reactie. Ja. En is dat iets wat op papier soort een concept is of hebben ze dat nu echt in test? Dat hebben ze nu in test, om te kijken of het technisch kan ja of nee. Maar dan heb je ook nog een probleem, zo'n zo warmtebatterij of reservoir, dat neemt ook Ruimte in, dus hoe zit het dan met de rest van de capsule? Of hoeveel mensen kan je er nog in kwijt en neemt het eigenlijk niet te veel ruimte in beslag om het fatsoenlijk te kunnen gebruiken? Maar ook dat is weer afhankelijk van hoe ver je nou eigenlijk gaat reizen en hoe snel je wil gaan reizen. En of je mensen wil vervoeren of goederen wil vervoeren. Waardoor er heel veel factoren zijn, waardoor het lastig is om nu al in te kunnen schatten, zo gaat het eruit zien. Maar hebben we enig idee of dit in het beste geval, oké, okay, je gaat goederen vervoeren en laten we dan vanuit dat goederen zijn die niet heel erg... Veel last hebben van warmte schommelingen, dus misschien mag het wel heet worden. We uh, hebben geen zuurstof nodig, we hebben het niet over groenten of etenswaren of zo. Zeg het, het gewoon dozen met dingen. Wat is de reden om dit allemaal op touw te gaan zetten? Is dit de, andan, zijn die ideeën uiteindelijk goedkoper dan treinen, vrachtwagens? Is het sneller? Is het milieuvriendelijker? Wat is de reden om een hele nieuwe vorm van transport op te tuigen ten opzichte van wat we al hebben? Het is vooral heel veel sneller. Als je het hebt over een. een, een, een uh, ja, de Hyperloop zou tot 1000 km per uur moeten kunnen halen. Als je kijkt naar een trein dan zit je al snel aan de 500 km per uur. Een vrachtwagen gaat nog iets minder hard dan dat, zoals je weet. Dus Me meestal 80. Ja. Maar dan ja. is het dus niet voor lange afstanden, want dan kan je het net zo goed in een vliegtuig stoppen. Ja, eigenlijk moet je dan aan een soort van middellange afstand denken. Ja, het, het, is, het zou wel uh, um, beter voor meer moeten zijn dan een vliegtuig met kerosine en dergelijke. Mm -hmm. Dus totdat die vliegtuigen. Beter zijn voor het milieu is, is, is de hypeploep. Schoner ja. is het idee. Oké. Okay. Ja, het voelt namelijk wel een beetje. Want dit, dit idee kwam in, in ieder geval van Musk een, een jaar of acht geleden. En toen had ik echt het idee van: nou, dit is een kort verhaal met een uitroepteken aan het einde. en dan hebben we iets nieuws. Dat kan heel, hartstikke leuk zijn. Inmiddels is het een hele lange zin met telkens weer een nieuwe comma en weer een nieuwe hobbel. Ja. En, en er moet een hele nieuwe infrastructuur komen. Moet het helemaal optuigen? Hartstikke duur. Um, het, voelt, het voelt echt als een, als een oplossing op zoek naar een probleem of zo. Ja. ja, dat is ook wel een beetje, ja. Mm. Ja, zo voelt het ook, ja. Dat is het. Er is een bepaalde sweet spot die dus kennelijk, wat we nu al hebben met, met dat vrachtwagens, vliegtuigen, vooral ook treinen, dan is daar, ja, daar zit ergens iets van, oké, okay, maar zuiniger en sneller zou fijn zijn. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad het hele netwerk van buizen dat we dan ergens moeten gaan neerleggen. Of kan natuurlijk überhaupt een netwerk zijn. Kun je een afslag nemen met die dingen? Dat soort dingen. Dat ik denk... Ik geloof hier niet in. Ik, ik denk niet dat wij ooit gaan zien dat de hyperloop wereldwijd een, 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 een toonaangevend vervoersmiddel is. Ik geloof het echt niet. Toeristische attractie zou prima kunnen. Dat Disneyland een hyperloop heeft om van wereld naar wereld te gaan ja, of zo. Wat nu ook wel een beetje zijn. Dat je zegt van kijk hoe vooruitstrevend wij zijn. We hebben een -terrein. Dat Shanghai heeft er geloof ik kijk, Het grote voorbeeld voor al die andere dingen is natuurlijk wel dat het ondergrond zou zijn. Dus als jij zegt ook. Okay, of niet per se. Nee, maar nee dat de kans kan boven oh, de grond. Sorry, ja. Ja, oké, okay, maar je kan met, ja, ik zeg treinen gaan ook vaak boven, maar je kan ook met een trein door een tunnel ja, rijden. Dus, ja. Dus waarom zou je, ja, als ik, als je zegt van, we kunnen een een maglevtrein onder de grond laten rijden van A naar B, of we kunnen daar een hyperloop laten rijden, dan denk ik, ja, dan is er gewoon de gewoon de investering voor zo'n hyperloop maar, vele malen hoger omdat je alles moet uitvinden hè, met met vakuum en alles. Ja, sowieso, sowieso, Weet je, heel West-Europa. Heeft al zoveel infrastructuur dat ik denk van ja, hoeveel gaat dit dan? Hè, moet je dus, ga, maar, ga maar vinden waar je überhaupt zo'n ding kan aanleggen onder de grond. Zelfs onder de grond is het gewoon druk in, in West-Europa. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, naar Amerika, daar heb je gewoon hele staten die voor de helft uit woestijn bestaan. Als je zegt van nou ja, we, we, we leggen een verbinding aan tussen Phoenix en Las Vegas, noem maar wat. Hè. Daar zit redelijk veel leeg tussen. Um, ja dat, dat, dan daar zou ik me van kunnen voorstellen van oké okay, dat zou met een hyperloop wellicht kunnen dan is toch steeds de vraag van hoeveel meerwaarde gaat die hebben tegenover het bestaande transport want als het toch leeg is kun je gewoon bovengrond een trein laten rijden kan eventueel ook maar goed dan dus zit je natuurlijk met extreme temperaturen als ik snap onder de grond meer beschermd van klimaatinvloeden uh, dus dat zou ik nog wel zien maar ja zelfs daar je moet zoveel maken wat allemaal goed moet gaan en waar nog zoveel in uit te vinden is en ja, we weten ook, treinen worden efficiënter, treinen worden sneller, ze worden steeds beter met luchtweerstand en dat soort dingen. Ja, volgens mij is, is het gewoon heel simpel, moet je daar verder in investeren en daar de winst pakken die je kunt pakken. En eens op termijn een, uh, op termijn een transportmiddel wat vliegtuigen overbodig zal maken, zou natuurlijk lekker zijn. Of je gaat die verzinnen waar de vliegtuigen een stuk uh, minder vervuilend worden. Maar met al deze dingen in achterhoofd, denk ik echt niet dat Hyperloop het antwoord is. Maar ik denk dan wel van: zaten 200 jaar geleden mensen te overleggen? En dan zeiden ze. Een trein met een spoor, dan wil je een spoor aanleggen. Ik kan ook gewoon snellere paden kopen. Ja, wat nou als ik naar links wil? Ja, ja. dus dan vraag ik me wel: of zitten we hier een beetje een, 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 een discussie te voeren die heel erg op de korte termijn gericht ja, is? Terwijl je wellicht. langere termijn zou moeten denken. Missen we iets? Heiter? Nee, maar, nee, maar ze voelt het soms wel dat, dat er vroeger makkelijker over zulke dingen werd, werd gedacht. We leggen gewoon een spoorlijn aan. En maar toen ja. kon dat ook, want er lag niks. Ja, ja er was geen alternatief. Als je dat, nu stel, stel zegt van nou, oké, okay, we, we willen niet meer vliegen in West-Europa, maar we vinden de trein te langzaam. We gaan tussen alle grote hubs, uh, weet je wel, Frankfurt, Schiphol, Parijs, uh, gaan we hyperloops aanleggen. Waar laat je al die dingen? En überhaupt de graafwerkzaamheden. We hebben hier in Amsterdam geprobeerd een tunnel te graven. Nou, dat was al één grote ramp en die is niet eens zo heel erg lang. Nou ja, en als het vooral het voordeel is dat het milieuvriendelijker is en sneller, dan kun je ook zeggen, we gooien al onze R&D en geld gooien we in het kerosinevrij maken van vliegtuigen, elektrische vliegtuigen, waterstofvliegtuigen. Want vliegvelden bestaan al. Vanaf een vliegveld dingen uitladen en dan je, je hele logistiek in krijgen, dat hebben we al helemaal op orde. Dus ja. als je zegt, wij willen met duizend km per uur ergens heen zonder CO2 uit te stoten is dan je antwoord, dan moeten we een hyperloop bouwen of dan moeten we vliegtuigen klimaatneutraal krijgen. dat lijkt, Ik ben geen expert op dit vlak, mm. maar met mijn doel, boer, gezonde verstand, denk ik dat het laatste dan... Ja, ah, en, en nog, kijk, als die hyperloop ligt, ja, dan is hij uh, milieuvriendelijk. Maar hoe milieuvriendelijk is het om 8000 kilometer onder de, uh, uh, aan tunnel uit te graven onder, onder groene harten door en weet ik het wat allemaal? Ja, ik, daar heb ik het antwoord ook niet op. Misschien kan dat wel heel, heel efficiënt en heel milieuvriendelijk. Maar ja, dat moet nog wel allemaal wel even gaan gebeuren dan. Maar op zich het in Delft werken ze hier aan. Dus daar hebben ze wel geloof hierin dat het niet geval interessant is ja, om te onderzoeken. Absoluut. Jij hebt ook andere partijen gesproken. Wat is een beetje de consensus in breder Hyperloop-wereld of, of in de wetenschappelijke wereld? Uh, ligt het lijn maar dat wij zeggen van ja, dit heeft niet echt toekomst? Of is er een grootschalige Hyperloop-hype? Nou ja, de bedrijven die je, de bedrijven die je zelf achter zetten, die, die, die zijn er natuurlijk helemaal voor. Die zeggen, ja, dit gaat iets worden. Maar als je kijkt naar wat wetenschappers zeggen, wat, wat experts, onafhankelijke experts zeggen, dan kom je al vaak uit bij, ja, ik kan beter ergens een vliegveld neerzetten, want dan kan je overal naartoe vliegen. En met één high-blue verbinding kan je alleen heel snel tussen die twee punten. Ja. Maar wat je ook zegt over een nieuw treinspoor ergens aanleggen, dan, dan kan je dat spoor kan je ook aan de rest van het netwerk koppelen. En ja. dan heb je zo meer profijt aan dan alleen dat ene spoor. Maar als je ook kijkt hoe moeilijk het is om in Nederland een extra spoor ergens neer te leggen. Mm -hmm. Ik denk dan extra spoor naar Groningen of zo, bijvoorbeeld, waar ze al heel moeilijk over doen. Hoe oh ja, dat nog? Die hele lol krijg je ook nog. Elk ja. stukje gemeente waar die huidlo op een gegeven moment dan moet weer een gemeenteraad daar dus een zijn fiat aan geven. Dat wordt ook nog heel leuk. Ja, en nogmaals, en met zuinige of, of milieuvriendelijke vliegtuigen, als we daar kunnen komen, um, als je gewoon al tussen twee punten vliegvelden hebt, is het kwestie van gewoon in het vliegschema in, we gaan ja. een nieuwe lijn aanleggen, zeg maar. Ja, uh, we nee, ja, helemaal geen infrastructuur. En als het goed is, maken. 2040, dan zitten we allemaal in de metaverse. Dat dus hoeft het allemaal niet. Oh, chill. Ha. Dat nee, is maar je, uh, van de positieve kant bekijken: je hoeft natuurlijk niet een hyperloop netwerk. Op het moment dat jij zegt van, nou ja, Amsterdam-Madrid is 2,5 vliegen, maar dan willen we niet. Dat is uh, 3 uur vliegen. Dat is, uh, dat is vervuilend. Trein duurt veel te lang, maar hyperloop maakt er. Vier uur van bewijs van spreken, en dan stel, stel het kan. Stel, we leggen hem aan. Je hoeft natuurlijk niet, dan Madrid, Barcelona, allemaal ook nog eens te hebben. En Amsterdam, Rotterdam, en dat soort dingen. Als je gewoon bepaalde punten met elkaar uh, verbindt, zou je natuurlijk de rest van het netwerk gewoon met treinen en dat soort dingen. Zou je natuurlijk prima de lokale, regionale dingen kunnen laten doen. Als je maar die op die lange afstanden met elkaar kunt verbinden met Hyperloop, zou top zijn. Maar ja, dat is een hele, 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 hele lange termijn. En, maar en dat probleem hebben we nu ook al met treinen. Uh, je kan natuurlijk vanaf Nederland naar een aantal grote steden komen met de trein rechtstreeks, maar dat houdt ook ergens op. Ja. Um, ik, ik wil nog wel even deze vraag stellen, want uh, stel je voor we, dit is ook een Musk-idee trouwens. We koloniseren Mars en we willen daar uh, uh, openbaar vervoer bouwen. Kiezen we dan voor een trein of voor een hyperloop? Nou, gelukkig zit je hier met de mensen aan tafel die hier echt heel goed een, een goed, wel onderbouwd antwoord voor kunnen geven. Uh, weet ik veel? Hmm. waarom zou je daar verschillende steden hebben? Ja, ik heb geen idee. Maar stel je voor dat, dat, dat het nodig is om daar iets nieuws te beginnen. Ik wil een beetje... Ja, kijk. Okay. Ja, ik ga stel je voor, dit is tegelijkertijd ja. uitgevonden met de trein. Een maar blank page. Hoeveel, ja. hoeveel luchtweerstand is er überhaupt op het oppervlak bij Mars? Weet ik niet. Kan je niet als een stel, stel even dat je de normale trein die we hebben, daar zou ik laten rijden, rijden die niet sowieso al veel makkelijker als de luchtweerstand veel lager is? Dat zou kunnen. Ik weet niet of Mars weer meer te maken heeft met uh, meteorietinslagen. Ik kan me voorstellen dat op een andere planeet. dat het veilig is om zoveel mogelijk ondergrond te bouwen. Uh, uh, Stralingbeperking. Uh, dat oh, je ja. ook gewoon de, de, de rotslaag van. De, dus door, in de meeste sci-fi die ik lees. gaan ze best vaak ondergronds op andere planeten. Mm. in plaats dat ze bovengrond blijven. En dat wordt dan vaak inderdaad ook qua veiligheid, qua inslagen en, en radiation shielding. Dus, um, maar dat is gebaseerd op. Complete fictie, letterlijk, hmm. maar dat is best wat we hebben. Toch? Nou, ja, op, ja. Dit moment, uh, op dit moment wel. Nou, Oké, okay. nou, tot zover de hyperloop voor nu. Gaan we nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. Arnoud, voor mij ging er weer een jaarlijkse timer in jouw agenda af. Uh, nou, het was meer er, er, was, er, er was even ruimte in de agenda van tweakers en in mijn agenda om dit te doen. En uh, ik weet dat mensen hierop zitten te wachten. Steeds minder mensen trouwens. Uh, Waar het over gaat. 3,5 mm jacks op telefoons. En het, er is nu een subset van mensen bij wie je direct een alarmbel afgaat: van dit is een onderwerp dat ik heel leuk vind. Maar ik heb en dus mensen die zeggen, Arnaud is 20, 23 2023, kom op. Hou, hou erover op. Ja, uh, ik heb dus ook gekeken hoeveel interesse er is in die artikelen. Want ik heb dat tot nu toe sinds 2017. In 2016 kwam de iPhone 7 uit, wat de eerste mainstream telefoon was zonder 3,5 mm jack. Want ze waren brave. Want ze, waren, ze hadden courage. Oh, dat was het. Ja. Um, en uh, de verhalen worden steeds een stukje minder gelezen. Dus de interesse loopt wel af. Het aantal telefoons met 3,5 mm jack loopt niet af. Sterker, Het is nog steeds nul. Of? Nee. Oh. Waarom denk je? Dat? Wacht, laten we hier een quiz van maken. Uiten. Hoeveel van de telefoons die af, die sinds 1 januari in de Pricewatch zijn verschenen, hebben een 3,5 mm jack. Is dat A 39%? B49%, C59% of D69%? Ja, ik, ja dit, gaat niet, dit gaat niet 39%, zijn. dit gaat 49%. 40, zijn. 40, ja. Het is 59%. Ah, wat? Wat? Wow. Wow. Ja. Maar het komt omdat er veel meer individuele modellen in het laagsegment zitten, denk ik. Klopt. Ja, ik weet niet of je wel eens van Xiaomi hebt gehoord. Wel eens. Die hebben dan een Redmi Note telefoon en daar hebben ze vier versies van of zeven. En Dat tikt natuurlijk wel aan. En dan komt Samsung en die heeft dan een A54 daar tegenover staan, of een A34. Dus dat, 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 dat vertekent misschien iets. Maar er zijn inderdaad heel veel goedkope modellen telefoons en relatief weinig dure. En op die dure, daar zit hij inderdaad wel minder. Daar is het onder de 30 procent. Maar uh, ook nog altijd wel aanwezig. Ja, ja Sony doet het nog. Um, uh, die, al die gaming-telefoons van bijvoorbeeld Asus en zo, die, die hebben ook nog een 3,5 mm jack. Uh, ik zeg nog, maar die hebben ze gewoon al jarenlang en er verandert niks. Dus ja, dit, dit blijft een ding. Maar als Voor meer kijk... details. Ja. Maar ja. Als je kijkt naar de mensen die, tele die die telefoons kopen. Dat kan ik niet, want we hebben ja. geen uh, manier om dat vanuit de prijswatch te meten. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar je kan je voorstellen dat dat. Uh, dat die verhouding anders ligt omdat Apple en Samsung voor een ja. Apple helemaal en Samsung. Willen jullie gelijk ja, even een podcast overnemen? nemen dan gaan ja, wij gewoon even ja. wat anders ja, nee. doen. Ja, laten we <laughs> nog even een uurtje doorgaan uit. Interessant. Jur, uh, je hebt videootje opgenomen vandaag. Ja, ja Formule 1. Hè. Formule 1 game is weer uit. En uh, die komt uh, de review daarvan komt vrijdag online. Met erin, we hebben net eventjes naar de beelden zitten kijken van... Viva Las Vegas. Viva ja, Las Vegas. Ja, die, die, hij zit, de, de race is natuurlijk nog nooit verreden, dus het is een hele nieuwe track. En als je hem alvast wel wil zien, dan kun je hem dus spelen. Ik denk, ook al, ik denk dat Luke hem ook wel in de video stopt, dus daar zal hij ook wel voorbij komen. Dat, dat vind ik altijd wel bijzonder, dat ze dan als gameontwikkelaar wel de hele track moeten bouwen. Ook een soort AI moeten programmeren op hoe die dat moet rijden. Je gaat dus rondetijden krijgen ja. en dan gaan we daar pas een race krijgen en zien of het ergens op slaat. Ja. Ja. Nou, sterker nog, je ik ik weet zeker dat de, alle coureurs dit in hun simulator ook wel uh, alvast gaan, uh, gaan bekijken en uitproberen. En, uh, en een beetje wegwijs worden op die simulator. Dus je bedoelt dat, dat ze in Las Vegas moeten gokken hoe hard de coureurs gaan. Ah, uh, ja, uh, zeker weten. Maar dat, en uh, wat misschien ook wel leuk voor jou is, Wout. Want jij bent oh. natuurlijk ook wel Formule 1 fan Er zitten ook een aantal circuitien die helemaal niet op de kalender staan dit jaar. We weten Paul Ricard, China. En volgens mij staat Portugal dit jaar ook niet op. Die zit ook gewoon in de game. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat ze gewoon letterlijk die dingen hadden liggen. En dachten van. Waarom zijn nee. ze niet in stoppen? Ja, ze kunnen ze er gewoon in stoppen. Dus maar review dus vrijdag. Goed, zo, want China is de enige baan waarop ik andere mensen kan verslaan. Dus dat vind ik alleen maar mooi. Uh, verder uh, werd collega Friesel heel druk aan een monitor, BBG. Dus. Uh, Zit je nog uh, op de positie dat je hey, ik moet eigenlijk wel een nieuw schermpje hebben. Wacht even, hold your horses. Uh, daar gaat Friesel je over adviseren. Uh, en we hebben een Mac Studio binnen, een nieuwe M2-versie van de Mac Studio. Um, met dus ook dan de, ik weet niet of dan de Ultra, de, de aller, allernieuwste M2-chip, zeg maar. Dat is ja, er zijn twee versies van de Mac Studio. Dus Max uh, denk ik en de Ultra. Ik ja. weet even niet. Eén van die twee. Maar in ieder geval, uh, dat is die uit de kluit gewassen Mac Mini, twee mm -hmm. op elkaar gestapeld, waar ongeveer evenveel reekkrachten zitten... als in een gigantische toren. Ja. Um, dus dat is altijd interessant. Dus dat kan je binnenkort op de site lezen. Dankjewel. Dit was de Tweakers Podcast voor deze week. Heb je feedback? Heb je post? Um, heb je een hele leuke manier waarop we kunnen bepalen wie er mag beginnen? Je mag hem insturen, maar ik doe geen beloftes over wanneer we al deze dingen gebruikt kunnen hebben. <laughs> um, maar je kan altijd een mail te sturen op podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten op YouTube of op de site. En je hoort ons weer volgende week. Doei! Doei.